Dries Roelvink, ja, we kennen hem allemaal, maar van welk liedje nou eigenlijk? Dat weet eigenlijk niemand meer. Maar met zijn dagelijkse column op Radio 1 laat de zanger een heel andere kant van zichzelf zien. En dat werpt nu zijn vrucht af. Het aftellen is begonnen voor Dries Roelvink. Volgende maand staat de rasentertainer te swingen op het legendarische poppodium van Paradiso. De voorbereidingen voor Paradiso, die gaan goed. De setlist heb ik klaar. Ik ben al 2 jaar bezig geweest om daar een keer binnen te komen. Nou ja, in het begin zei de directie een beetje, ja, maar wij zijn de rock- en poptempel. En ik weet niet of jij daar nou in past, maar we hebben ze zover gekregen. Ik denk dat ik even moet optreden. Zijn gele zwembroek ruilt hij in voor serieuze zaken met een dagelijkse column op NPO Radio 1 bij Sven Kokkelman. Ja, elke dag hebben wij contact met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Heb je lekker in Noordwijk aan het strand gelegen? Nee, zeker niet. Nee, ik had een andere verplichting. Ik heb eventueel nog een gele zwembroek voor je te kopen. Die gele zwembroek die heeft mij financieel wel wat opgeleverd. Maar die is voor mijn carrière als zanger niet zo goed geweest, nee. Mijn contractje bij de NCRV KRO die is verlengd. En daar geef ik eigenlijk mijn mening. Een beetje de stem van de straat. Mijn advies is dus voor Jan Rijpstra. Even een paar nachten de ME inzetten. De aanstichters oppakken. En dan na 3 dagen op het bureau eens een goed gesprek mee voeren. En dan is het wel klaar, denk ik. Je laat een andere kant van jezelf zien. En daardoor kreeg ik leuke interviews. Bijvoorbeeld met HP De Tijd, met de Volkskrant, vandaag nog met Parool. Door jou sta ik nu anders in het leven. Ik voel me weer de koning van het plein. En alsof dat nog niet genoeg is, steekt Roelvink de ene na de andere klus binnen. En dat is Potjan Dries Dubbeltjes nou net precies waar de zanger op zit te wachten. Nou, mag niet klagen hè, de laatste tijd. Ze zeggen wel eens de aanhouder wint. Ik ben natuurlijk jaren wel eens een beetje weggezet van... Met Dries gaat het nooit echt lukken en ze namen me niet zo serieus. Alleen, ik wilde nog een aantal stappen maken naar een theater toe. En bijvoorbeeld nu naar Carré, waar ik 20 jaar geleden heb gestaan. En dat is allemaal voortgekomen, zou je kunnen zeggen, uit dat radioprogramma. Ik zit heerlijk in mijn vel momenteel. Mijn zoons gaan goed. We hebben wel eens andere jaren gekend. Dus we kunnen nu wel een bubbeltje bestellen. Ik vind het wel mooi dat het misschien met een beetje een knipoog is begonnen daar op Radio 1. Maar dat het toch zo... Ja, het is echt, maar het is ook echt wel goed als je dat zit te luisteren. Dan heeft Sven Kokkelman een heel ingewikkeld interview met iemand over handelsverdragen tussen Europa en Amerika. En dan belt Dries in en die heeft dan ook echt iets te zeggen. En je hoort ook vaak dat de mensen die dan worden geïnterviewd dan ook serieus gaan antwoorden. En zeggen, ja, je hebt een punt inderdaad. Dus dat doet dat goed. Hij heeft ook een recept gegeven. Dus dat ik luister naar over de landbouw en dan kreeg ik oma's gehaktballen. Ja, maar dat is dan misschien wel het beste wat je kan zeggen. Heb je het gemaakt? Ik werd wel enthousiast. Heel goed. Goed.